moment ben ik best veel aan het 3D printen, met als gevolg dat ik ook veel restjes filament heb waar ik eigenlijk niets meer mee doe. Eigenlijk is het afval. Wat ik wil gaan proberen is of ik het in kleine stukjes kan hakken en dan misschien weer om kan smelten tot iets bruikbaars. Hoi, ik ben Peter en dit is een nieuwe aflevering van Ik Maak Dus Ik Ben. Deze blender heb ik speciaal voor niet eetbare projecten. Dus maak je geen zorgen, ik ga hier geen smoothies in maken. Het idee is gewoon alles erin proppen, aanzetten en kijken of die er kleine stukjes van maakt. Geen idee of dat gaat werken. Leuk van een experiment natuurlijk. Even kijken, alles blijft redelijk boven, dus ik denk dat ik er nog wat dingen in moet proppen. Ik denk dat hij gewoon nog voller moet. Microplastics aan het maken op deze manier natuurlijk. Kijken of we dit spul ook weer uit kunnen krijgen. Ik denk dat ik een soort zeep ervoor moet maken. Oh, kijk eens. Oh, dit werkt wel fantastisch. Oh, dit gaat echt veel beter dan dat ik ooit verwacht had. Het ziet er al best wel veelbelovend uit. Ja, het ging echt perfect totdat ik de blender gesloopt had. Dit wiel was losgekomen van het mes. Ik heb hem nu gelijmd, maar er komt natuurlijk heel veel kracht op, dus geen idee of dat gaat houden. Maar het is UV-lijm, dus hij moet nog eventjes drogen en ik leg hem in de zon. Ik heb nog even gekeken of ik een andere blender kon vinden bij de kringloop, maar die hadden ze niet. Ik heb wel een hele mooie grill gevonden die ik misschien kan gebruiken om het te gaan smelten. Terwijl mijn tandwiel aan het drogen is, heb ik zoiets van, ja, misschien is dit ook wel een beetje te groot. En misschien kan ik dit eerst soort van crushen. Ik heb deze zuiger uit een motorfiets, geloof ik. En dan heb ik dus nog iets van een buis nodig om er materiaal in te doen. En het liefst een buis met een bodem. En toen dacht ik van, oh ja, ik heb nog die brandblussers die ik niet in mocht leveren bij de Milieustraat. Stel dat ik hier nu de bovenkant van afzaag. En nou ja, dit is redelijk de maat voor die zuiger. Dan kan ik hier plastic in doen. En dan crushen. Ja, het zou kunnen dat die iets te groot is om op deze zaag te zagen. Maar ja, er is maar één manier om achter te komen. Ja, daar was ik al bang voor. En nou eens kijken of die past. Wow, hij past wel redelijk ruim. Volgens mij is het nu zaak om de brandblusser zo vol mogelijk met PLA-resten te gooien. Ja, dit apparaat hadden jullie nog nooit gezien, denk ik. Ik heb hem ook nog nooit gebruikt. En hij staat ook echt helemaal in een hoekje achter de auto weggestopt. Er gebeurt helemaal niks. Oh ja, kijk, de meter loopt. Oh, dat kan je niet zien. De drukmeter loopt al heel langzaam op. Nou, ik heb hem gelijmd, maar ik heb er niet heel veel vertrouwen op dat het gewerkt heeft. Nou ja, hij draait in ieder geval. Dit is klein, kijk, dit is te groot. Dit loopt wel. Dit is klein. Nou, en dan ben ik heel benieuwd of, ja, of dat gaat werken. Of dat hij echt gewoon kapot is. Ja, volgens mij is hij nu alweer stuk. Dit heeft niet gewerkt. De lijm is ook gewoon echt niet droog nog. Oké, UV-lijm gaat dus niet werken in deze setting. Dat betekent wel dat als ik deze lijm eruit haal en een ander type lijm probeer, dat dat misschien nog wel een kans maakt. Gaan we eens kijken of we dit met twee componenten lijm nog kunnen redden. Oké, nadat ik 3 dagen ben bezig geweest om deze pers aan de praat te krijgen, bleek het heel simpel. Ik heb hem ontlucht, ik heb hem op allerlei verschillende manieren ontlucht, allerlei YouTube filmpjes gekeken. Maar er zat gewoon geen olie in. Dus ik heb hem nu gevuld. En nu lijkt hij te doen. Kijk, we horen het kraken. En dat is wat we willen. Oké, dan gaan we hem nu weer omhoog doen. Misschien moet ik er wel beveiligende bril of zo bij je opzetten.
Oké. Dit is wel heel bijzonder. De wijzer van mijn drukmeter is er vanaf gesprongen. Misschien is dit iets te veel druk voor hem. Ja, dan gaan we maar eens kijken wat de opbrengst is. Ik denk wel dat het effectief was. Om ervoor te zorgen dat hij niet oververhit raakt, ga ik alleen in korte stootjes mixen. En hopelijk blijft hij heel. Maar ik vrees het ergste. Hij is nu al kapot. Aangezien lijmen niet ging lukken, heb ik nu uit een ringetje een zeskant geveild. En die ga ik nu met drie M3 boutjes hier opbouten. En dan gaan we kijken of we het mechanisch vast kunnen maken en of dat wel blijft. Tegen de frictie spuit ik nog even wat WD-40 in. Als hij het nu niet doet, dan is het echt afgelopen. Dan moet ik echt gewoon een nieuwe kopen. Hij doet het in ieder geval even, maar ja, dat was met lijm ook natuurlijk. Hij doet het wel langer dan dat hij het ooit gedaan heeft met lijm. Ik ga er nog wat meer stukjes in gooien. Ik denk dat hij wel gemaakt is en ik ga weer wat meer kleine stukjes plastic maken. Ja, dan wordt het nu tijd om te gaan kijken of ik weer wat stukjes heb die klein genoeg zijn. Ik moet iets van een kleine stukjes plastic filter maken. Oké, ik denk dat de manier is om alles in een gatje te gooien. En dan de grote stukken weer terug te gooien. Inmiddels heb ik hier een hele bak vol met kleine stukjes plastic en daar wil ik nu weer één groot stuk plastic van maken. En daarvoor heb ik deze grill aangeschaft. En ik heb deze uitgekozen bij de kringloop omdat deze aan de achterkant een platte kant hebben. Daar heb ik speciale sheets om hier weer tussen te leggen. Dit is er eigenlijk voor om te zorgen dat je barbecue niet vies wordt. Ik moet hem hier nog even afknippen. Ja, ik ga hem maar aanzetten. En hij zal iets van 160 graden moeten worden, denk ik. Gebruik deze thermometer om te kijken hoe warm dat hij al is. Hij staat nu op 86, 89, 90. Hij gaat als een jekker. Hij is nu 150 graden ongeveer. Ik heb geen idee hoeveel en hoe. Een paar seconden gedaan. Ik ga nu kijken of er al wat gebeurd is. Er gebeurt al wel wat, maar het is zeker nog niet klaar. Ja, ik ga hem toch nog weer een beetje warmer zetten. Oh, hij staat al op zijn warmst. Ja, ik zet er even een strijkbout op om hem aan te duwen. En dan laat ik hem gewoon maar even aanstaan. Hij zit er nu 8 minuten in of zo. Oeh ja, er is al wat gesmolten hier. Nou, gaan we eens kijken wat we ermee kunnen doen. Als ik hem nu zo uitpak. Moet ik hem nou redelijk vlak zijn. En de vraag is natuurlijk of ik hem er dan ook weer uit krijg. Even kijken hoor. Het is wel grappig, maar het is nog zeker niet één plaat plastic. Ik denk dat het dan nog meer in elkaar geperst wordt. Ja, en dan laat ik hem nu denk ik maar 10 minuutjes staan of zo. Inmiddels 10 minuten later. Ja, ik denk dat we toch moeten gaan proberen om hem in de textielpers te doen. Ik heb er een bakpapier onder gelegd voor eventuele squeeze-out. En ik leg er ook een bakpapier op. Er moet ook weer gewoon t-shirts opgedrukt kunnen worden natuurlijk in de toekomst. Persen. Ik heb hem 3 minuten lang op 160 gezet. En de laatste 2 minuten heb ik hem op 170 gezet. En hij is nu langzaam door aan het stijgen. Maar hij is pas op 164. Dus ik denk niet dat hij de 170 gaat halen. Nou, ik heb hem op 5 minuten 15 gezet. En daar is hij nu bijna. Hij heeft 165. 166 heeft hij net aangetikt. Oké. Ik denk dat ik hem even af moet laten koelen. Ja, dit is wel een beetje het effect waar ik voor ga. Even de andere kant bekijken. Oeh, die is helemaal niet gelukt. Dus ik ben bang dat hij toch nu weer net te dik is. Ga ik hem andersom nog eventjes terugleggen. Ik heb hem nog 5 minuten gedaan en dan omgedraaid en dan op 180 graden. Oeh, die ziet er heel gaaf uit. Maar ja, de randen, die zijn niet samengesmolten. Dan gaan we dan nog even in moeten doen en dan toch nog iets verder aanpersen. Oké, ik heb hem weer omgedraaid en ik heb hem weer 5 minuten op 180 graden gedaan. Ook heb ik de pers wat dichter geknepen. Nu zien we dat het er onderuit gekomen is.
Maar we zien ook dat hij helemaal krom getrokken is tijdens het afkoelen. Oeh, maar hij is wel heel mooi gevloeid. Hij is wel heel gaaf geworden, alleen dit krommen is wel onhandig. Ik denk dat ik hem even onder de steen laat liggen. Maar hij is wel mooi. De volgende stap is nu om te kijken of ik hem kan lasersnijden. Ik begin met de instellingen voor 2 mm acryl en dan diep graveren. Voor mij is dit ook ongeveer 2 mm dik. Ja, ik denk dat we wel een bruikbaar materiaal hebben ontwikkeld, zeg maar. Ja, ik denk dat ik aan de achterkant papiertape moet plakken. Ja, ik vond dit een heel leuk en geschikt project. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Tot volgende keer!